welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag staat er niet zo heel op het programma, zoals altijd, want ja, ik moet natuurlijk superveel rusten. Morgen hebben we weer bezoek. Morgen komt trouwens ook de meneer van het dagcentrum langs om eens te kijken hoe ik er nu uitzie, om dan een afspraak te maken met de school. Maar het is natuurlijk altijd heel leuk als hij al weet hoe ik eruit zie, want je zou misschien denken, maar je ziet er toch niet zo heel anders uit. Voor mensen die mij eigenlijk maar 1 keer of 2 keer of 3 keer of 4 keer, ja, vaak ongeveer 4 keer op een jaar zien, is dat wel anders op school. Ja, er zit er natuurlijk altijd een grote vakantie tussen, dus dan is dat ook altijd een beetje anders. En zeker nu met mijn borstoperatie die ik heb laten doen, zodat jullie wel weten, is dat natuurlijk zeer anders. En dan is het ook specialer als je die mensen natuurlijk even apart kunt spreken en dat kunt bespreken van, ja, kijk, dat hebben ze allemaal gedaan, want er zijn natuurlijk ook altijd superveel vragen rond. En dan is dat ook wel gemakkelijk. Momenteel werk ik nog altijd samen met heel veel mensen rond mij. Ja, dat is eigenlijk altijd al geweest, maar nu extra. En dat vind ik wel leuk. Dus aan de winkel trouwens sturen. De konijnen zitten nog in een kotje. Die zitten nog even erin. Morgen moeten ze er sowieso even in blijven. Wegens de reden van de verf natuurlijk. Dat weten jullie allemaal al. Die reden moet ik niet meer 10 keer gaan zeggen natuurlijk. Ik heb vandaag voor de eerste keer geslapen in bed. Dat was ook wel heel leuk. Leuk om dat nog eens te doen. Want ja, dat was ook heel lang geleden natuurlijk. Ik heb hier bijna 2 weken op de zetel geslapen. En nu eigenlijk terug in het bed. Dus dat was eigenlijk wel even stof om dat te kunnen doen. Ja, nu ben ik naar beneden komen. Maar straks natuurlijk de deur open moet maken. Of ja, de deur openmaken moet ik natuurlijk kunnen zeggen. Want ja, ga je naar de winkel mee dit en dit en dit meebrengen. Ik ga een briefje schrijven. Denk ik dat het beste is om gewoon een briefje te schrijven voor die meneer. Dan weet hij wat ik moet hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje wat het programma staat. Want daar gaan we niet wandelen. Toch niet dat ik weet dat we gaan wandelen. Dus dat gaan we nog niet. Dit is mijn boodschappenlijstje. Dus we gaan niet slapen. Ja, veel is er niet gebeurd vandaag. Nou, veel kan ik ook niet vertellen. Ik weet alleen dat er morgen bezoek komt. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Dat we dan weer van leuke dingen kunnen doen. Ik ben vandaag even geprobeerd voor een pad te gaan. Ik loop in mijn onderbroek, mensen, maar dat vind ik helemaal niet erg. Steek ik het eventjes hierin. Zo. En dan ook zo. Ik ga dat nu pakken naar boven. Zo. Ik ga ook nog naar boven. Oh ja, dus dat ligt op brand daar nog. Ik heb je dat 10 keer uit doen via hier. Maar toch dat moet maar lukken. Dat is 's morgens, alias middags, hè? Avond bedoel ik. Dat je zo. Voilà. En nu richting boven. Tandjes poetsen. En dan slapen. Dit schiet altijd omlaag en dat is heel vredig. Dat is niet zo leuk eigenlijk. Maar toch iets is. Poetsen.